Stadsfeestje. Daaromheen. Oké. Bij mij zijn aangeschoven José Linders en Mike van Hol. Ik begin bij José. José, Hoornse Stadsfeesten. Wat doe jij voor de Hoornse Stadsfeesten? Ik ben als vrijwilliger locatiemanager op de veemarkt met de Stadsfeesten. En wat is er op de veemarkt precies met de Stadsfeesten? Daar staat ja Café J.P. Koen. En daar hebben we een podium in het midden van de veemarkt. En daar ben ik als locatiemanager aan verbonden. Dus ik zorg dat alle muzikanten die daar moeten spelen, dat ze zich melden bij mij, dat we weten wat ze nodig hebben. En dat alles zeg maar in goede banen wordt geleid, dat ze een natje en een droogje krijgen. Dat ze zich gedragen misschien ook. Dat sowieso altijd. Ja, precies. Ja. Mike, begrepen dat jij de social media voor je rekening neemt? Ja. Vertel er dus wat meer over. 5, 6 jaar geleden ben ik ooit ingestapt. Eerst als vrijwilliger, toen voor een deel met mijn eigen bedrijfje. En nu heb ik eigenlijk een beetje met twee petten met mijn eigen bedrijfje, World to You. En de Stadsfeesten, vrijwilliger ook nog. Ja. Dus ja, ik help ze ook afbouwen, 's nachts. Als het moet op de zondagnacht, dan vind ik ook wel belangrijk dat ik zelf ook een steentje bijdraag. Want ja, iedereen sjouwt. En ik ook. Ik moet er gewoon sjouwen. Ja. En ja, en de social media is toch wel een beetje het dingetje waar het ooit mee begonnen is. En het is gewoon de laatste jaren gewoon erg belangrijk geworden. Vooral voor uitingen van sponsoren en noem het maar op. Maar ook voor de vrijwilligers, ook om mensen binnen te halen die graag mee willen doen, je verhaal te vertellen. Ja, en zo langzamerhand wordt het echt een beetje een boek en echt een verhaallijn. Zo van, wat doen we vanaf het begin tot het eind? Ja. Ja, en dan sinds vorig jaar is er natuurlijk ook het vloggen erbij gekomen. Ja, leuk. Ja, dat is een succes geworden. En, vertel er dus wat meer over. We hebben ook gastvloggers. En de gastvlogger, eentje daarvan is bijvoorbeeld de burgemeester van Hoorn. Die gaat van Nieuweburg. Dus, ja, de nieuwe burger Jan gaat dat is leuk, vloggen. Hoor. Die heeft zich aangemeld als gastvlogger. Oké. Ja, en dat... Dat zijn gewoon van die leuke dingen. En wat doe jij in het dagelijks leven, José? Ik ben supermarktmanager in opleiding bij de Lidl. Oké. Okay. Welke podia zijn er dit jaar? Welke locaties? We hebben net de veemarkt gehoord. Welke zijn er nog meer? Ja, we hebben er zoveel. De gebruikelijke eigenlijk gewoon weer. We hebben wel een paar dingen extra, maar dat laat ik liever aan Theo over. Die is daar veel meer in de programmering thuis. Die kan daar veel meer over vertellen. Daar gaan we ook inderdaad mee praten in de volgende aflevering. Ik heb het gehoord, ja. Dus ja, die kan daar veel meer over vertellen. Ja. En dan hoor je waarschijnlijk ook wel de ins en outs en misschien leuke dingetjes. Maar het gebruikelijke is wel weer terug te vinden, dat weet ik wel. En er zitten een paar nieuwe dingetjes in. Maar ja, dat is iets van Theo, daar ga ik me niet aan wagen. Blijft allemaal een verrassing. Ja, dat is wel een beetje het leuke van die 20 jaar. Er zitten wel hier en daar wat verrassingselementen in. Ja. En ja, dat moet gewoon ter zijn de tijd komen. Het moet gewoon lekker spannend blijven. Ja, daarom. Het moet ook een beetje spannend blijven. En natuurlijk nemen we je eventjes mee weer in nog een stukje historie van de Hoornse Stadsfeesten. Sometimes I get a good feeling. Oh,
Jorge, ik ben daar heel nieuwsgierig naar. Want, hoe ben je zo als vrijwilliger terecht gekomen bij de Stadsfeesten? Want er is veel meer op vrijwilligersgebied. Ja, klopt. Ik ben daarbij betrokken geraakt omdat ik ook werk bij JP Koen, dus bij het café. Dus we hebben dan sowieso al met het podium te maken. Daarnaast heb ik samen met mijn man een geluidsverhuurbedrijf en doen we ook het podium bij de veemarkt. Dus je bent er al heel erg bij betrokken en... het bestuur en de mensen daaromheen, veel van de vrijwilligers zijn ook onze vrienden. Dus dan word je heel erg meegesleurd in het hele vrijwilligersverhaal van kun je niet wat doen, wil je niet wat doen. Ja. En omdat we uiteindelijk voor de veemarkt ook nog iemand nodig hadden, zei ik van ik ben daar toch het hele weekend, laat mij dat dan doen. Ja. Dan is het lijntje kort tussen het bestuur en de mensen die dat moeten leiden. En mij en het podium, want daar zit dan verder niemand meer tussen. Mike, vrijwilliger bij de Stadsfeesten, wat doet dat eigenlijk met je? Dat je dat gewoon, dat je dat even doet. Even doet, ja. Ik heb ook zelf een druk bestaan. Ik ben zelf vrachtwagenchauffeur, 4 dagen in de week. Ik ben dus alleen maar in het buitenland. Okay. En dit doe ik er dan nog eens bij. Ja. Het is best wel, ik ben nog, even kijken, 5, 6 jaar geleden ben ik ooit begonnen bij een radiostation, Radio 501. Dat is echt mijn opstap geweest. Daar deed ik dus online radio en deed ik ook de social media voor. En zodoende ben ik in aanraking gekomen met de Hoornse Stadsfeesten. Hun deden daar elk jaar weer een soort van verslag, een hele weekend. Ja. Hetzelfde beetje hetzelfde wat West-Friesland TV doet, ook van het hele weekend. Nou, en uiteindelijk ben ik daar ingerold in contact gekomen met Theo. En sindsdien is het eigenlijk alleen maar gaan rollen. En op een gegeven moment ga je zelf in de organisatie, help je mee en... Kom je mensen tegen, je maakt vrienden en inderdaad wat José ook al zegt. Ja. Doordat je elkaar kent en vrienden bent, word je aangestoken en zit je zo. Ben je aangeraakt en allemaal zeggen. Ik heb ook oud-klasgenootjes bijvoorbeeld vorig jaar. Ja. Die kwamen we dan tegen en die kom je ook als vrijwilliger tegen bij het Stadsfeest. Hoe leuk is dat als je oud-klasgenootjes tegenkomt? Dus het heeft voor mij een hele grote waarde aan vooral mensen om me heen. Maar vooral het stukje binding met je stad. Ja. Want je houdt van deze stad of niet? Klopt. En door de Hoornse Stadsfeesten merk ik ook gewoon dat mensen die erbij zitten als vrijwilliger echt gewoon van hun stad houden. Ja. Maar ook buiten de stad, hoor. Want bijvoorbeeld, we hebben ook de zuster van Patricia. Die komt uit Krimpen aan de IJssel. Zeg ik het goed? Ja. Ik hoor een ja. Die komt uit Krimpen aan de IJssel. En dat is buiten horen, maar die komt elk jaar weer terug. Voor de Stadsfeest. Voor de Stadsfeest. Ja. Als vrijwilliger. Als vrijwilliger. En dan denk ik bij mezelf van, je komt van buiten de streek, maar toch helpen. Weet je, hoe mooi is dat? Het is gewoon een grote familie. Ja, je haalt de woorden uit mijn mond. Ja. Een grote familie. Ja, en er kunnen natuurlijk gewoon meer mensen bij, hoor. Het hoeft allemaal niet vrienden van elkaar te zijn. Want je wordt uiteindelijk gewoon, je bent er geen opgenomen in die hele groep. Je bent er gewoon één van ons.